Loindale. Ah. Wabidi Loindale. Waar ik mee kennis maak, wat niet meer uit mijn hoofd gaat. Zo bijzonder. Heel bijzondere voorstellingen en ik vond het heel spannend om het weer een keer zo te zien. Ja, heel leuk. Ja, het was echt helemaal goed om het zo maar te zeggen. Wat ik mooi vind aan de song zat niet altijd in hoe ze het bracht hier. Maar daarbij waren af en toe bepaalde arrangementen dingen weer hartstikke mooi. Dus ik vond het toch wel heel leuk, maar ik moest er een beetje hebben. Ik begin een beetje oud te worden, denk ik. Het was muzikaal heel gaaf. Bij Vlagen echt, soms echt heel ontroerend. Waanzinnige muzikanten van het orkest. Maar het grote nadeel vond ik dat ze allerlei vocalisten hadden die je niet zag. Niet in beeld en niet in het echt. Ze hadden Robert Wyatt die een heel aantal nummers dus zong, maar hem zag je niet. Waardoor het een beetje incompleet was. Het was af en toe niet spannend genoeg. Je had het idee dat je naar een onaf iets keek. En dat vond ik ook jammer bij een aantal van de andere vocalisten. Vooral bij het duet wat Arno deed. Dacht ik van, het klinkt heel spannend. Ik wil het wel graag live zien. En dan is het toch jammer dat iemand die zelfs een Vlaming is, die niet eens zo heel ver weg... Of is het een Waal? Dat weet ik niet meer. Maar een Belg in ieder geval, die ineens zo heel ver weg woont. Dat je zo iemand voor zo'n groot festival toch niet even overhaalt. Ik denk dat het geheel nog veel leuker had gemaakt. You didn't see the show, but you know the thing is so I took his voice and then he didn't know what we were going to do with it. So when the record was finished, mixed and everything, I sent it to him and he was actually very touched because it was very different from what he does, and so he was surprised. And I remember he wrote me something like, you know, that sounds a lot like Robert Wyatt, but he said like, if I knew more about music, this is the kind of record I would do. Okay. I think he liked also the fact that it's not like a bunch of people who think he's God, you know, because he's just like an amazing composer and singer, but you know, it's just music. It's not, we don't worship him, you know. Ja, doe maar. Je kon het niet goed onder woorden brengen, zei je? Nee, het was meer een gevoelsbeleving. Ja. En wat voor gevoel? Nou ja, eerst een beetje een vreemd gevoel, want ik ken het helemaal nog niet. Mijn schoonvader is er vrij wild van. En van het vreemde ging het eigenlijk naar van, wow, dat ken ik niet meer, dat is echt te gek. Ja, kijk. Ja. Je bent vernoemd naar Robert Wyatt? Ja, ik heet Roby. Zodoende. Dus ik moest hier wel heen. Daar staat de schuldig, hè? Dus, Maar ben je er blij mee? Ik was er in het begin, toen ik het leerde kennen, was ik er niet blij mee. Maar ik ben nu heel blij dat ik hier was. Dat was toen in de tijd dat ik nog heel jong was. En toen wilden we de wereld nog veranderen. En in een van die vele nummers van Robert Wyatt, daar stond een heel... De Embret en de Embretters heet dat nummer. En er stond iets over hoe je de wereld verandert. Dat kan je nooit alleen doen. En toen kreeg ik plotseling een zoon. En toen dacht ik, weet je, die jongen die moet de wereld gaan veranderen. Want ik kan het niet meer, ik ben er te oud voor. Toen al. En toen heb ik die quote meegegeven van, als je dat wil veranderen, kan je het nooit alleen doen. En daarom heb ik bedacht, plak de eerste twee voorletters van mijn toenmalige held, Robert Wyatt, en zijn achternaam aan elkaar. En dat is mijn zoon geworden. Zo was het. Omdat hij ook de wereld moest veranderen, ja, dat niet lukt. Is dat gelukt? Ja, ik denk het wel. Ja, wat we kunnen, dat lukt wel. Dus ja, wij veranderen de wereld wel. Samen. 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 Ja, absoluut.